echt leuk uit hier. Leuk ontbijt, lekker ontbijt. Zij heeft peanut butter. Ja. Oh my god. Lekker stukjes kacang. Goeie ding. We wachten alleen op onze ei. Hier heb je een barretje en daarachter heb je ook, kan je ook nog zitten en zo. Dan heb je dan ontbijtbuffet. We waren even genieten, joh. Lekker rijk. Coffee is arrived. Het ziet er echt goed uit. Ja, hè? Yeah. Oh, thank you. Not on the diet. Heb je dat gelezen? Wat een gezelligheid. Alsof je onder de golf zit, eerlijk. Oh ja. Ja. Zie je, ik heb hier ogen voor. Voor art. Voor art. Doe, kijk maar eventjes mee naar... Doe je ook gewoon een keer van doken. Ja? Ja? Why not? Nou, ik denk dat ik moet rijden. Nou, ik zou het niet doen. Gekkigheid. Het is een mooi hotel, jongens. Het is een aanrader. Koa. Koa Surfer Day Hotel. Ja, het is echt een goed hotel. Oh, dat is echt lelijk. Nee, maar het is echt een goed hotel. Ja, het is echt leuk. Dus wij gaan nu met de scooter gaan we naar eerst de scooter terugbrengen. Ja, wat doet jij? Hallo. Nou ja, dan gaan we de scooter terugbrengen en dan moeten we een klein stukje lopen naar Free Echo Beach. Want dan gaan we ons weer inchecken voor het volgende hotel. Dus we gaan ervoor. Maar ik heb mijn helm nu wel op hoor. De heenweg niet, want dat ding zit vast. Ik krijg hem niet open. Struggle of my life. Maar safety first. Hey, wear a helmet. Vriendin. Nou, van met je die reden dus. Gaat helemaal fout. Nou, wij gaan driven. Lekker lopen, want dat is gezond. Hier heb je dus ook allemaal nog leuke tentjes. Waar we nog heen moeten. Sorry. Toch? Ja joh, hey, we hebben nog lang niet gehad hoor. Yeah. Achterrijden. Het is wel echt bloedheet. En best wel bewolkt. No, thank you. Maar ja. Dat hoor je dus om de minuut. En ik word helemaal gek van mijn haar. Ik doe mijn haar knippen. Helemaal gek. Ja. Ja, mijn nichtje zei toevallig gisteren voor de grap. Als ze kon, was ze echt hier naartoe gevlogen. Maar misschien... Mag je mijn haar knippen? Mama, alsjeblieft. Ja. Ja, en mijn haar ook gelijk. En dan mag je lekker meekomen chillen. Ja, joh. Kijk. Dus ja. Ik heb echt het gevoel alsof ik bijna aangereden word. Nou, ik ga voordat ik... Grijsvelden gewoon hier rechts. Super pretty. En mijn vrouw zit in de stoel hoor. Ready om haar haar te laten knippen. En bang dat ze is. Nou. Gekheid. Nou. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ga het niet zo mee knippen. En ik denk dat Iris ook wel een beetje zoiets heeft van... Maar ja, ik denk dat het, ja, ik hoop dat het goed komt. Oh jongens, lekker. Like it a lot. Dit muziekje ook. Ik ben echt in de hond. Ja, dit moet je doen. Zo, dit. Een pony! Oh. Zou je dat ooit doen? Hé? Hey?
Zou je dat ooit doen, pony? Ik hou mijn hart echt vast. Sommige momenten, dingetjes, zijn, is hij niet helemaal goed of zo. Maar het is nog wel lang. En het is bij Marissa Spa. Dat is vlak bij ons hotel, ons hotel is daar zo. Oké, maar goed, in de spiegel. Kijk, als ik zo doe, Anouk, dan zie ik wel echt dingen wat niet goed is. Ja, maar kijk, als je haar dan weer zo doet, is het gewoon. Ja, gewoon slordig hou. Dan is het wel oké. Nou goed, ik hou mijn hart nog vast. En ik ga wel janken. Nee hoor. Ik zat op een gegeven moment echt te kijken. Ik denk, hoe knip jij ooit dagjes? Hij heeft heel niet veel... dat ik er heel veel verstand van heb. Nee, maar als ik mijn nichtje bezig zie zijn met shit en zo, dan denk ik, gaat het niet op die manier. Nee, volgens mij heeft het heel veel stukjes, want ik heb dode punten. Volgens mij zijn ze er gewoon nog. Ja, ik denk vooral hier aan de onderkant. Daar heeft hij echt bijna niks geknipt. Hij heeft echt alleen maar zo. Maar hij heeft je haar dunner gemaakt, lijkt me. Omdat het in laag is. Maar... Ja, maar omdat het in laag is, is het. Het is op zich wel beter, maar ik ga gewoon niks meer zeggen, weet je. Het is goed zo. Nee. En we gaan even ergens wat, ik weet niet, we gaan even rondlopen. Even de buurt verkennen. Trek jij maar verder. Nee, ik heb niks meer te stellen eigenlijk. Oké, nou doei. En we zitten in dezelfde kamer. Maar ons bed is wel anders. Dat is wel een beetje weirdos. Maar niet uit. Zoals de meeste mensen weten, familie en vrienden, slaap ik nogal wild. Heb ik nogal, ik weet niet, ik wil mensen aanraken of zo, 's avonds in mijn bed. Dat klinkt een beetje heel raar, maar. Maar ik ben lief, want ik knuffel je, toch Anouk? Ik knuffel. Ik word steeds liever, want vroeger ging ik dan op mensen liggen. De volgende dag lag ik gewoon op mensen, zeg maar. Ik kan praten in mijn slaap, ik kan heel wild liggen, smakken in mijn slaap, alsof ik aan het eten ben. Ja. Maar dat is dus een nadeel van twee persoons bedden. Kijk, ik ga hier invallen, 100% zeker. Dus, maar je moet wel coachen of we doen er even iets tussen. We schrijven het gewoon naar mijn rijdt, gaan we gewoon even doen. Maar ja, we hebben dus eigenlijk nog een soort van een hele dag over. We hebben lekker gechilled, gewandeld hier ook. We hebben geshopt, heel kut. We zeiden net nog vandaag in vorige filmpjes, we moeten op ons geld letten. Maar er is één winkel, jongen, daar moet je heen. Of althans, dames. Lost in Paradise. Ja, is ook voor mannen. Maar ik vind voor mannen, ja, als je een beetje een hippie bent, moet je erheen gaan. Voor dames vind ik het echt superleuk. Ik vind het echt superleuk, voor dames. Dus ga daarheen. Wij kunnen dus nu niet meer eten of zo. Dus, nee, grapje. We hebben wel een budget per dag. Waar we op moeten letten. Dat gaan we ook zeker doen. Vanaf nu echt. Hallo, we gaan niks meer uitgeven. Ja, qua kleding. Nee. Oké, alleen. Ik wil misschien alleen nog een hoe is een tasje? Kijk, die gaat het helemaal fout. Ja, dat weet ik. Oh shit. Mam, app me even. Coach me even. Zeg even wat niks meer uitgeven. Ja, want als ik het zeg, dan wordt er niet naar geluisterd. Dus ja, waarom weet je eigenlijk? Waarom ga ik gewoon allemaal naar? Gek, ga je. Mam, check even mijn rekening. Bankrekening. Dan ga je echt schrikken. Nee, doe maar niet. Het gaat helemaal fout. Maar goed, wij gaan dus even boven, upstairs. Heb je een lekker terrasje waar je kan zitten. Gaan we even wat drinken. Bijpraten. En weet ik veel wat. Dus, update-je. Ik weet niet meer wat we als laatste gevonden hebben. Kijk, kamer. Is het mijn tepel? Wow, dit is mijn tepel. Oh my god. Sorry, dit gaan we eruit knippen. Oké, nou in ieder geval. Iris, vertel even je ervaring over de kapper. Oeh. Ja. Heftige shit, man. Volgens mij heb ik het nog gesteld in de vlog. Ik weet het niet. Nou goed. Jongen, nee, ze. In eerste instantie hadden ze dus geen kapper available. Dus dan hadden ze meteen opgebeld en een ander mannetje kwam. Ik dacht wel een man. Kijk, vaak maakt niet uit hoor, maar hier wist ik al van, ik weet het niet. Had hij zijn eigen tasje mee met zijn eigen spulletjes, vet schattig. En op een gegeven moment werd dus uitgelegd aan hem wat de bedoeling was. Dat ik het in laagjes wilde. En die jongen, ten eerste, sorry, ik ben geen kapster, ik weet niet precies hoe het moet, maar dan begin je volgens mij aan de voorkant en dan ga je scheiding goed doen. Hij hield mijn scheiding was gewoon niet daar. Hij begon gewoon meteen te knippen. Ik dacht nee. Ik dacht nou, oké, geen stress. En toen begon hij hier te knippen. Ik zei vanaf hier een beetje en dan in laagjes. Nou, deze guy heeft hier verkort. Dus hij begon met knippen. Deze kant begon hij door met knippen. Dus ik dacht oké, wanneer ga je kappen? Want ik wilde hem echt slaan. Hè. Ik wilde hem echt op zijn vuist pakken. Ik dacht, doe je normaal?
Maar ja, dus toen had ik het hier gedaan en het zag er niet helemaal uit. Maar hier zag het op zich gewoon wel uit. Dus ik dacht, oké, maar nee, uit één kant is goed. Ik begon die achter te knippen, ook best wel kort. Want ik vroeg elke keer aan Anouk, yo, coach me even dan. Waar is hij? Waar knipt hij nu? Ja, waar knipt hij nu? Is het te kort of niet? Zeg ze, ja, nou, hij zit ongeveer hier. Dus ik schrok ervan, nee. Ik zei al tegen hem van, hou het zo lang mogelijk. En volgens mij is het toen een beetje gestopt met... Want hij draaide zich ook nog één keer om. Ik keek mij en zegt hij, miss, is het oké? Okay? En ik dacht zo, ja, ik denk het is oké nou. Je denkt, niet stop. Je moet nu stoppen, ja. Want ik dacht echt, ja, als hij het niet aan me gaat vragen, dan ga ik denk misschien zo wel even zeggen van, oh, it looks beautiful. It's good like this. Ja, niks meer aan doen. Ja, maar het was wel echt koud daar binnen, of althans airco en shit. Maar ik had echt warm, ik begon te zweten, mijn hart ging tekeer. Ja. Ik was echt bang. Ja. Nou ja, uiteindelijk was ik klaar en heb ik een paar keer zo gedaan. En, oh ja. Toen hij klaar was, heeft hij ook nog heel vet. Dat doe je vaak even aan de onderkant, papap. Nee, hij doet het gewoon volop op mijn bovenkant. Dat is helemaal vettig. Maar Iris had al een paar dagen de haren niet gewassen, dus je kon er sowieso al een ei op bakken. Echt zo. Dus ik ga zo meteen even douchen. Nu kan je er twee op bakken. Ja, dus ik ga zo even douchen. Maar ik ben op zich gelukkig wel gewoon oké, ben ik er redelijk blij mee. Want ik had namelijk verwacht dat ik gewoon kaal zou gaan. Of gewoon... Oh, ja. Heftig. Ja, nee, dat... Ja. Ja, hè, voor de mensen die naar Indonesië gaan, kijk, als je haar die je niet echt groeit of zo, of je hebt gewoon haar dat snel groeit of zo, gewoon ja, weet ik veel, dat weet je gewoon niet. Dan maakt het ook niet heel erg veel uit, maar ja, zoals iemand zoals Iris die heel veel waarde legt aan haar haar en haar schoenen, ja, dat zijn denk ik wel echt twee top dingen waar je niet bij jou moet komen. Nee, je moet echt weten waar je knipt, want ik heb natuurlijk ook gewoon een budget, dus ik zag de prijs en het was echt, het was niet eens 10 euro. Dus ik dacht, ja, weet je, top. Ik doe die gewoon. Volgens mij 6,50 of zo, 7,50. Misschien daarom ook, was het niet helemaal top. Maar je moet gewoon weten waar je knipt. Eigenlijk. Maar goed, nee. We zijn er een beetje gegeten om. Thee, want het is een plezier. Ja, het weer van Australië, dat zit nu boven ons. Dat komt de richting ons steeds. Het is best wel bewolkt. Nou ja, sommige dagen is het... Maar meestal doe ik mijn hand omhoog, maar ik heb spierpijn. Ik kan niet boeien. Oké, nou, het is weer een... misschien dat het er niet in komt, maar het is gewoon altijd... Ja, weet je, het is leuk. Zie je haar mooi zo? Kijk. Oh, nou, het is niet lelijk. Het kan wel. Het is omdat het nu gewoon vet geeft. Het is niet mijn ding nu. Nee. Oké, nou, doei. Hey guys, een hele switch up. En we zijn in de room. En we gaan alweer weg. We gaan, waarom doe ik het blij? Weet ik niet. Wij gaan naar Deus. Het is een leuk tentje. Dan kan je lekker eten. Goede burgers. Dan wil je een lekker broodje. Dan kun je daar eten. Dus dat gaan wij doen. We hebben, zoals je ziet, iets nieuws aan. Jazeker, bij Last in Paradise. Heb ik al een reclame over gemaakt, volgens mij. En Anouk draagt de heerlijke sexy top. Ook van Last in Paradise. Dus we gaan er gewoon helemaal voor. Oudjes en Marie. We gaan nu voor een rok. Heel wat anders. Maar we kunnen het gewoon doen. En dat gaan we girly zijn. Zeker, echt zo. Maar, dus. Maar niet aan het We gaan door. Oh my god. A burger. Voor het eerst, nee, voor het eerst trouwens, dat we een cocktail afwijzen. Happy hour it is. Stering groot. Deusburger. We zijn bij Deus. Dus niet zien. Ja joh, je kan gewoon lekker een surfbank kopen. If you want. Oh, dat vind ik leuk. Dit vind ik leuk. Echt heel gaaf. Dan kan je hier weer naar buiten.
Hier kan je ook gewoon lekker zitten. Oh my god. Beetje rustig, maar maakt niet uit. Nou, wij gaan nog even rondlopen. Yeah. Leuk hè. Ze hebben echt leuke kleren ook. Oh, shit, we mogen netjes verkopen. Het is klaar nu. Nee, ik ga echt niet meer. Goedemorgen. Sorry voor de switch up. Maar gisteren, wat hebben wij gisteren nog gedaan? Gingen we winkeltjes bekijken. Zijn we terug naar het hotel gegaan. Zijn we gaan slapen. Eigenlijk really very fast. Dus dat was eigenlijk de update. Niks bijzonders. Dus jullie hebben niks mis. We hebben net ontbeten. Cappuccino. Oh. Ik moet echt nog even... Oh. Je wilde echt poepen. Nee. Oh. Ik wilde zeggen, ik moet nog even wakker worden. Ja. De zon begint te komen, jongens. Het is eigenlijk een vast plekje. En dit is van de hele day. Ik weet het. Zo, wij willen naar de alternatief beach gaan. Dat is een zwembad. En dan kan je gewoon lekker zitten, chillen. Wow, waar is echt lang zo? Ja. Wow. Wow. Dit is ons uitzicht. Nee. Wat is dat eigenlijk? Ja, sorry voor de switch-up soms, jongens. Want ja, ik vergeet gewoon. Om alles te filmen. Niet dat het erg is, maar ja, je toch? Ja, wij gaan even lekker naar de hobby. Hoi, hoi. We zijn het alternatief beachje. Ja, het is echt super leuk hier. Echt super cute. Zoals je ziet, kan je zitten daar op het gras. Rondleiding starts now. Hey. This video Instagram? Yeah, I wanna. Hou dan, look handsome. Dit hij look lelijk. Hij heeft me 2 shots gegeven. Hij is gek of zo. Zo. Oké. Nou, dan gaan we. Oké, let's go. Oké. Oké, flirting hier en daar. Oké. Okay. He's crazy. Mama? No, no. No. Oh mijn god, hallo. Dit is de derde keer. Ja, ik dacht al. Hij bleef door, kon niet even. Ik heb de top of zo. Ik ga even. De saaiplap. Gekkigheid, jongetje. Kijk die blokkie. Hoi. We zitten er al een tijdje. De hele zon is er nog steeds, jongen. We zijn volop aan het genieten. Geen stress. No. Wat is dat, stress? Dat ken ik al 1,5 maand niet. Nee, joh. Gekkigheid. Nou, hey, doei. Ik zie hem al aankomen. No, go away. Go away. No. 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 Go away. Dit is echt niet goed. No. Thanks. Anouk! Oh, wat erg dit. Look what just has arrived. Lekker hoor. Nog niks meer. Mijn haar zit ook echt mooi. Wij gaan lekker enjoyings. Zo knoflook in, gekkig uit. Ja, ik vind die hummus heftiger dan die guacamole. Wow. Gek uit. Wat denk jij? Ik wil gewoon weg en hij staat al gewoon klaar. No, I have enough shots! No. Enjoy. I
hate you. So you guys leaving? Yeah. Okay. Maybe you will come tomorrow. No, I'm not coming anymore to this place. No, you are bad for me. What's your name? Iris. Ali, where are you from? Nanda. You're Dutch? Yeah. Iris dronken. Zo begin je een filmpje. Dat is niet aardig. Het was gezellig, we hebben gechilled, hebben net een beetje gegeten en we gaan nu onderweg terug naar het hotel. We zijn aan het lopen en we gaan daar nou weer eten. En we gaan weer eten en dan gaan we naar Luigi's. Dat is a place to be. Dan kan je een beetje uitgaan en zo. Nee! Ik wandel helemaal niet. Helemaal niet! Dat is niet waar. Niet luisteren naar hem. Dus, wij gaan nu lopen zoals je ziet. Het is heel dichtbij. Dus, ik ga even douchen, want ze stinken een beetje, althans, zij stinkt een beetje. Waar gaan wij dan? Where are we going? Luigi. Ja, gaan we gewoon heen, nog leuk en aardig. Na 10.000 switch-ups, wat we aan moeten trekken. Dat is best wel raar, want we hebben niet heel veel kleding, dus we hebben niet heel veel keuze. Misschien is dat daarom is het ook juist makkelijk. We gaan erheen. Het is van 3 minuten, 4 minuten lopen. Dus ben benieuwd of het leuk is. Hoi hoi. Goed, we zijn dus een stukje gaan wandelen en toen kwamen we bij een soort van tentje en we, nou ja, het zag op zich al, het zag er wel leuk uit. En nu zijn we dus hier en we zitten echt op een fucking leuke bank. Ah, eat your beard out. Ik loop dit. Maar... Ik was om deze teksten. Kijk, wacht, hier moet deze rekings 4.180.000. Dat is niet waar, hallo, hoe vaak doe je dat bij mij? Hier, I don't think you're ready for this belly. Dit is echt een goeie of deze. Wat is er dan? Ik weet niet, ik vind het naam wel leuk. Oh, het is grilled pork belly. Oh, deze is leuk. Wat ik dus wil laten zien is de view. Ik weet het niet. En hier, daar, is ons hotel. Maar, dat is dus echt leuk. Als je dan zeg maar iets vanaf de buitenkant ziet. Ja. Dan loop je naar binnen en denk je zo, huh? Echt zo. Fucking leuk, ziet er vet leuk uit. Dus ja, wij gaan even lekker genieten. Ons. Oh, je hebt een andere kaart. Ja, cocktails. Ja, cocktails. Little fatties. Voor ons. Little fatties. Handcut chips. Little fatties. Bitch, speak for yourself. Oké, bye. Nee, je bent in de Sen, Noosa Lemongan heb je ook eentje. Een vegan burger. Oh. Dat is mijn bol, mijn body bol. Helemaal leuk. Nou, als je het nu erg vindt, gaan we even eten. Hey. Oh. Oké, nou we zijn nu dus buiten. Hallo, gaan we ook het zien hotel. Ook het duurt. Nu, ja, nu, go! Family! Zeg maar die zijn er nu wel. Dus, die zijn er ook nu wel en hebben gerend om de volgende vlucht te halen. Dus ja. Het was een enerverend trip. Ja, nou hebben we wel meegemaakt, hè? We maken wat mee. Oh, precies.
Black and white. Black and white. Komt helemaal goed. Die gaat bijkleuren hoor. Ja. Het gebeurt echt super snel. Ja, ja, moet je kijken. Nou, ik ga even een lekker interview. Maar ja. Nou meid, hoe vond jij de rit gaan? Nou, het was lang. Maar wel goed. Ja. Eerst moesten we anderhalf uur nog in Amsterdam wachten. Nee, joh. Oh ja, tuurlijk. Ja. En zo was het weer lekker braak tussen aan. Ja. Leuk, dat is gewoon weer afgehaald. Lekker rijdt. Nou, wij gaan even lekker balken, een beetje bijpraten. We gaan wel lekker slapen. Ik ben helemaal rood. Helemaal rood, jongen. Goedemorgen. Hoe heb jij geslapen? Kut. God. Oh. Ik ook. Fucking kut. Wat een kutmug. Hallo, zie je die airco? Hij draait, maar ja. Hij gaat niet kouder dan 19 graden. Dus dat is echt niet... Ik weet niet. 90 graden moet volgens mij best wel koud zijn, maar dat is die niet. Maar ja, we gaan dus even ontbijten. Iedereen is nu, of soort van iedereen is nu weg. Die is op excursie. Vet leuk. Wij hebben geen geld voor dat. Dat is leuk. En mijn tante zit daar. Die is ook niet meegegaan. Die zit hier. Dus wij gaan even snel ons ding doen. En dan gaan we gewoon lekker gezellig bij onze tante zitten. Het water is echt vies. Zo zonde. Ja. Al die andere huisjes. Oh, dat ziet er wel schattig uit met dat water. Ja. Kijk, denk je dat het ontbijt boven is? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Oh, oké. Okay. Dan gaan we van naar boven. Nou, we worden helemaal nagekeken, omdat we nog nooit Europees hebben gezien. Nou, dat is ons huisje. Vet dichtbij. Van aanpak. We zijn op Sulawesi. Het is natuurlijk best wel veel moslims zijn hier. Dus we moeten ons aanpassen. Of althans, het kan, hoeft niet per se. Wij vinden op dit moment wel het gevoel dat wij ons moeten aanpassen. Dus we hebben ook badpakken meegenomen. Dus we moeten even een keuze maken wat het minst naakt is. Waarom ik zo praat, weet ik ook niet. Dat weet niemand. Ja, we kunnen kiezen voor deze. Aan de voorkant is hij vrij bedekt. Maar ja, ga je naar de achterkant en is hij naakt. Dit is niet lastig. Oh, gaan we ervoor? Ik ga het even checken. Momentje, jongens. Wow. En we zijn weer gechanged. Want we gaan naar de shopping mall. Ben je nou weer aan het vreten, joh? Ik ga naar druk. Grapje, ik heb hem al lang op. Ik mag niet zo praten. Joe! Even naar mijn tante, want Anouk de lenzen wil ze indoen. Ik heb nodig, anders kan je niet zien. Ik heb nodig. Hoi. Kom binnen, kom binnen. Nou, we moesten even stoppen hoor, want ik zie Rujak in de korf. Oh my god. Opa, ik eet deze voor u, met liefde. Oké, nou even een switch. We zijn nu ineens hier. We moeten even boodschappen doen voor morgen. Morgen gaan we weer terug naar Makassar. Dus dat eigenlijk. We hebben in de markt een beetje ver, dus vandaar dat we een bedjack willen. Dus we gaan even kijken. Anders is het een half uur. We hebben er een gevonden. We moeten even naar de Indomaret, de supermarkt. Maar we willen niet lopen, want het is een half uurtje. En nu gaan we even met de bedjack. Met de bedjack. Dus waarom niet? We doen we gewoon even. Ik vind het helemaal leuk. Ja, ze vinden helemaal geweldig. Het is 1,20 euro. 1,20 euro. Hey, we gaan even naar voren. Pas op. Lekker goed. Zijn was een snelle trip. Makasi. Mau makan Bali. Wacht op. Yo. Supermarket. Local supermarket. Ja man, we hebben genoeg eten. Oh, gekkigheid. Je zit al joh. Ik neem daar eigenlijk door. Oh, echt.
Morgen weer buikspierklasje? Ja. Lekker jongens. Waar zijn ze? Achter, ja. Gaan jullie nog steeds een scooter? Ja jongens, we gaan naar Mississippi. Yes. Heel gevaarlijk dat ik dat bedoel, maar ik wil gewoon. En daar hebben we de rest. Ik zie niet wat ik wil, maar ja. Zitten we gewoon met z'n drie op de scooter. Helemaal goed. En aan de andere kant hebben we... Dus ja, joejoe! Zo, dus oom heeft ook op scooter gehuurd. En we staan in Mississippi. The place to be. Ja, je moet... Jongen, dit is echt een kuthelm. Fancy hoor, hè. Ja. Nee, ik heb wel van alle scooters, heb ik nu echt een mooie scooter, vind ik. Dit ding is gewoon kapot, ja. Kijk dan. Maar deze helm is wel top hoor. Dat is allemaal kut, maar dit gaat wel zo. Ja, en deze kan niet vast. Dat is echt niet top hoor. Dat is echt niet leuk. Switch up, switch. We zijn nu weer met de familie. Anouk is hier ook. We zijn met z'n allen gezellig. En we gaan even eten, denk ik. Even checken. En we zien nu ook iets bijzonders, denk ik. Zo, even een update. Ik weet niet wat ik het laatst gefilmd had eigenlijk. Weet ik eigenlijk niet. Maakt het niet uit. Ik ga uit. Samen met Joshua en Lotte. Het is eigenlijk een Iris vlog. Anouk zit er eigenlijk helemaal niet in. Anouk. Nee, Anouk had haar eigen planning. Die was ook gezellig met de familie. Dus wij gaan gezellig uit. What's up? We gaan met de scooter. Vloggies! We zijn onderweg hoor. Hey. Sorry, Mike. We zitten weer op de scooter hoor. Kan je Joshua filmen? En dan hebben we Joshua. We gaan naar Kangoo. We gaan Shu en Bart even meeten. En dan gaan we er even uit. En dan gaan we even kijken wat daar voor gezellig is. Ik hoop dat hij er maar even staat. Bumping ride, maar we zijn er. Oh ja. En die komen we tegen dan gewoon hier alweer. Yo! Shootje en Mark! Wat denk je? Zo'n rotje. Nou, we zijn er eindelijk hoor. We hebben het gehaald. Ik ga stuk. Nou, we gaan een leuke avond van maken. Ik ga stuk, ja, het spijt me. De lights! Oké. Yeah. Dit bedoelde ik. Go! Oh my god. Undergroundos! Oké. Wow!
warm. Nou, iedereen heeft koud bestemmen. Maar het was gezellig. Niet helemaal onze muziek. Nu op zoek naar een R&B club. R&B. Nou, vertel even wat we aan het doen zijn dan. Wij hebben trek, dus wij gaan noedels eten. Noedels. In Nederland, jullie mogen dit nadoen, want dit is wel lekker. Dat het 's avonds een winkel open is, dat je gewoon lekker noedels kan eten. Ja, want 24, het is 7. 19 over 3. En we kunnen gewoon nog lekker shoppen hier in de supermarkt. Waarom krijg ik dit niet open? Beetje water erbij. Beetje. Ja, je gaat wel lekker snel hoor. We gaan even een minuutje wachten. En dan is het klaar. Maar ik heb geen geduld. Dus we gaan even al eten. We hebben ondertussen salak gekocht. Salak, dat hebben we in de vorige vlog al gedaan. Laten zien. Dat is super lekker. En Joshua gaat voor het eerst proberen. Wacht, staat dit erop? We zijn op dit moment net uit de supermarkt. En we hebben nu eten. We moesten even wachten, dus we kunnen even lopen. We gaan het even lekker intrekken. Ja, en dan gaan we in de lobby gaan we het even eten. Ja. Eet je mij mee? Kotsmisselijk. Een hele goede middag, mensen. We hebben vanochtend niet veel. We hebben ontbeten vandaag. We zijn naar de Sagara Lounge geweest. Dat is allemaal niet zo bijzonder voor jullie. We gingen gewoon lekker chillen. Lekker een smoothie erbij. Met lekker een zonnetje erbij. Dus dat. En wat gaan we nu eigenlijk doen? We gaan nu. Ja. Het ligt er een beetje aan. We gaan met z'n allen in ieder geval naar waar wij al eerder. Nee, jij was daar voor. Wow, kijk hoe zwanker. We gaan in ieder geval onze nagels doen. Misschien dat ik een massage ga doen, want ik heb echt kut. Massage. Dus we gaan onszelf even lekker verwennen. Dat mag gewoon. En de familie gaat gezellig mee. Wow. Hey. Lopen met z'n allen. Wat een gezelligheid. We zijn weer bij het Flora Kuta Hotel waar we 5 jaar geleden hebben gezeten met de whole family. Dus ik denk dat we even naar binnen gaan. Hey. Oh ja, dat wel beter. Echt leuk. Dat was een kamer. Ze hebben hier wel heel erg lekkere rendang. Wij sliepen de ene achter, toch? Wij sliepen balkon, linksboven. Nee, maar als je nu die tegeltjes ziet, is het echt vet al genoeg. Ja, is het dan. Ik weet zijn dat alle hotels aan de muur hebben gezeten. Memory. Dat je gewoon hier met z'n allen die hele benen. Het leek gewoon zo. Oh, ik weet nog dat het heel hard regende. Dat we toen zo met z'n allen gingen zwemmen. Dat was echt leuk. Ja, het zwembad leek voor mij zo goed. Nou, laat je verwennen, meiden. Happy people zijn wij, jongens. Wij gaan even vet lekker eten. Ja, echt. Ik wist helemaal niet dat jij ook zat in dit werk. Ah, fucking lekker. Oeh, je hebt echt veel. Ei. Je mag een stukje. Oh, ja, je mag pak een stukje. Oh, mag ik ja? Mag ik ja? Die anderen hebben lekker pedicure en weet ik wat gehad. Wij gaan ons lekker verwennen met eten. Dat doen we eigenlijk elke dag, maar niet uit. Maar niet uit. Maar niet uit, hè. Eet smakelijk. Slaan we aan elkaar.